Vegan pizza's bij Domino's. Hoi, ik ben Elke van Veganistisch Koken. Normaal vind ik het helemaal niet zo leuk om mee te doen met bepaalde hypes, maar als het op vegan eten aankomt, dan ligt dat toch wel iets anders. Momenteel staat heel Instagram vol met mensen die vegan pizza's gaan halen bij Domino's. Dus ja, we hadden zoiets van, misschien moeten we er toch ook maar eens eentje gaan halen. Op 30 april lanceerde Domino's in samenwerking met de Nederlandse Veganistenvereniging een eerste gamma van vegan pizza's bij alle Domino's in Nederland en in België. En sindsdien wil iedereen daar natuurlijk van gaan proeven. In Nederland zijn er 3 verschillende soorten en in België 2. In België heb je de margarita en de spicy. En in Nederland heb je diezelfde 2 en daarbij komt dan ook nog eens een barbecue pizza. Dus je hebt keuze in België uit 2 soorten en in Nederland uit 3 soorten. Nu, Stijn had eigenlijk nog nooit van Domino's gehoord. En ja, ik, toen ik in Leiden mijn stage deed in Nederland, toen was er vlakbij een Domino's. Dus ik zag regelmatig wel die brommertjes rondrijden. Dus ik kende het wel, maar ik wist eigenlijk helemaal niet dat er hier in de buurt ook eentje was. Maar in Diest zelf, hier was blijkbaar een Domino's, hadden we opgezocht. Ze leverden niet aan huis, maar ja, dan zijn we eens naar Ginder gegaan om eentje te gaan halen. We hebben hem online besteld. Kon je goed zien op de website welke de vegan pizza's waren. Het enige nadeel vond ik wel dat er stond wel een vanafprijs bij. Maar als je dan het formaat aanpaste van de deegbodem, dan zag je niet meteen hoeveel dat er extra ging bijkomen. Pas als je die bodem bestelde, dan zag je in je winkelwagentje om hoeveel euro's het ging. Dat vond ik wel een beetje vervelend, dat ik niet goed wist van... en ook bij het afhalen of het laten bezorgen, wat daar het prijsverschil in was, dat vond ik eigenlijk allemaal niet zo duidelijk. Maar ja, als we ze besteld hadden, het afrekenen was ook heel makkelijk. Je kon kiezen ofwel... Ja, betaal je ter plaatse, ofwel via bankcontact, via PayPal. Dus je had verschillende keuzes om te betalen, heel makkelijk. We hebben op voorhand betaald, was handig ter plaatse, dat we niet moesten met geld zitten sukkelen en zo. Dus we waren heel erg benieuwd hoe dat ze waren. We hadden eerlijk gezegd niet al te hoge verwachtingen om de andere pizza's die we eens geprobeerd hadden, die waren dan... De laatste die vegan op de markt kwamen, waren niet zo al te geweldig. Bij Domino's waren ze zelf nooit nog niet geweest. Maar de verwachtingen waren dus niet al te hoog. Dus het kon misschien wel toch eens meevallen. Dus je kan zo in het filmpje zien hoe we de pizza gingen afhalen. En op het einde natuurlijk hoe je ons gesmaakt heeft. Klopt toch, hè? Doet het allemaal wel. Ja. Je medium zat. Glutenvrije bodems, die zijn niet veganistisch. Dat is het
Ja, ze waren ook niet lactosevrij, dus daar zal ergens iets van, weet ik veel, melk of melkpoeder of zo in zitten. Dus moet je echt wel kiezen voor de vegan bodems, want daar zit wel een verschil in. Nu, het voordeel is ook dat ik gelezen had op de website dat zij nu meer en meer kiezen voor natuurlijkere ingrediënten. Geen E-nummers meer, wat een heel groot pluspunt is. En ook ja, wat lokalere en versere producten, zowel voor de bodems als voor de groenten. Dus daarin kiezen ze nu voor puurdere ingrediënten, voor ja, sowieso voor de vegan pizza's, voor ja, volledig diervriendelijke bodems. En ja, volledig puurder en niet een hoop rotzooi om ja, langer houdbaar te blijven of een betere smaak. Dus dat zijn nog eens extra pluspunten. Pikant? Nee. Nee. Het was een pikante. Ik noem de spicy, dus nee. Nee, lekker. Ik heb hier ook een stuk. Onze pizza's zijn net op en ik moet eerlijk zeggen dat ze toch wel lekker waren. Veel beter dan dat we verwacht hadden. Onze verwachtingen waren eigenlijk best laag, dus het viel heel goed mee. Wat we gedaan hadden als we thuis kwamen, was de oven op een lage stand gezet en een deel van de pizza's erin geschoven, zodat ze toch wel wat lekker warm bleven. Want meestal als je zo'n pizza gaat afhalen, ja, je begint te eten, het is al wat kouder geworden van ja, van de rit terug naar huis. En ja, tegen dat je dan halverwege bent, dan ben je gewoon koude pizza aan het eten. Dus nu bleef die lekker warm. En ja, als we stukjes op hadden, dan namen we verse warme pizza. Dus ja, dat was dan ook wel nog een voordeel. We hebben van beide pizza's gegeten. Dus allebei van zowel de margarita als van de spicy. En beide waren ze heel lekker. De margarita die smaakte iets kaasachtiger, hè, door de vegan kaas die dat er meer op ligt. En de spicy was echt wel spicy. Zeker als je zo'n stukje peper helemaal mee in je mond had, dan ja, dat was echt oh. En ja, heb ik ook een paar glazen water moeten achterover kappen. Maar ja, het is wel goed dat hem zo pittig is. Nog een voordeeltje wat ik gemerkt had. Normaal gezien, als je een pizza gaat afhalen en je ruimt die op, want je wilt de kartonnen dozen gaan verwerken, dan is die onderkant van die kartonnen doos helemaal vettig. En dit was nu helemaal niet het geval. Dus volgens mij zijn de pizza's ook veel minder vet. En ja, daardoor misschien ook wel ietsjes lichter of ietsjes gezonder. Ik weet het niet, maar dat was wel iets dat mij daarbij opviel. We vonden het zeker voor herhaling vatbaar. Dus als we nog eens een moment hebben dat we geen tijd hebben om te koken, we zijn misschien eens weg geweest en we willen nog iets eten, dan denk ik dat we zeker nog eens teruggaan om zo eentje te gaan proberen. En ja, ik ben dus benieuwd, ben jij ook al naar de Domino's geweest? Heb jij ook al meegedaan met deze hype? Laat het dan zeker even weten. Of als je hem nog even wil gaan proberen, zet het dan zeker hier bij deze video. Bedankt voor het kijken. Bye!